Wat heb je heerlijk gekookt, Renier? Pap, mam, ik moet voor school een Sinterklaassurprise maken. Het kan iedere ouder gebeuren. Ineens moet je kind voor school een Sinterklaassurprise maken. Wij hebben Amber toch keurig opgevoed met gamecomputers en tablets. En dan moet ze ineens aan de gang met karton en papier-mâché. Dat is toch iets van de vorige eeuw? Ja, ik ben er echt een paar dagen flink van overstuur geweest. Ja. Kijk, mijn zoon kan niet knutselen. Dus dat is hartstikke zielig. Ja, kinderen die niet kunnen knutselen verplicht een surprise laten maken. Ja, dat vinden wij veel erger dan Zwarte Piet. Probeer eerst de school te dwingen Sinterklaas-surprises af te schaffen. Of meld je kind op 5 december ziek. Moet er toch echt een surprise komen? Besef dan dat je kind zelden of nooit met echte spullen geknutseld heeft. Dit zijn vouwblaadjes. Dit is vingerverf. En dit is crêpepapier. Dit is een schaar. Je doet knip, 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 knip. Nee, 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 nee. Dit is behanglijn voor papier-mâché. Dat kan je niet eten. Gekkie. Check eerst of je kind een origineel idee heeft. Surprises die echt niet meer kunnen zijn. De hamburger van papier-mâché. De frietzak met schuimrubberen friet. En een mobiele telefoon van een oude doos. Een telefoon van een oude doos. Je hebt echt je best gedaan. Maar pap en ik maken wel wat beters, lieverd. Neem zo nodig het knutselen van je kind over. En informeer bij andere ouders wat zij maken. Zo groot? De vader van Joël maakt een ruimteschip van 1 bij 2 meter. Onze surprise moet groter, schat. Groter! Bereid je kind goed voor op de confrontatie met surprises van klasgenoten. Straks op school zie je de surprises van de andere kinderen. Maar jij hebt de mooiste, lieverd. Jij bent uniek. Hè? Wij zijn dit jaar in de zomervakantie al begonnen aan de Sinterklaassurprises. En dat gaf een heleboel rust, hè, jongen? Wij hebben 5 jaar terug deze SpongeBob Recycle Surprise gemaakt voor Ambers oudste broer. Die zit zo stevig in elkaar dat we hem elk jaar na afloop terugvragen aan het kind. En dan kunnen we volgend jaar weer gebruiken. Meer weten over Sinterklaas surprises en hoe ze te voorkomen? Ga naar bezorgdeouders.nl. Want zorgeloos surprises maken, dat doe je samen.